En in Den Haag is Ron Frezia, staat het kabinet nu dus eigenlijk machteloos? Zelf vinden ze zeker van niet, want ze doen nog andere dingen. Dus behalve het sturen van militairen, wat ze niet doen, gaan ze zeker andere dingen doen. Maar inderdaad, het is wrang voor het kabinet, want we hebben nu geen toegang tot die rampplek van de MH17, omdat het te onveilig en te gevaarlijk is. En dan zou je denken, stuur militairen. En ook dat kan niet, omdat het te onveilig en te gevaarlijk is. En dat is denk ik de frustratie van velen en zeker ook van het kabinet. Maar waarom is het nou precies zo gevaarlijk om militairen te sturen? Je moet goed begrijpen, er wordt in dat gebied nu hard gevochten. Zo hard dat er vandaag in ieder geval geen onderzoekers, geen agenten naar het gebied toe konden, omdat het te onveilig is. En die situatie zal niet heel snel verbeteren. Verder is het zo dat het ook politiek heel erg gevaarlijk is om daar nu met militairen heen te gaan. Want als je bij dat conflict betrokken raakt, bij een conflict vlak naast de Russische grens, de separatisten willen geen militairen van ons daar zien, dan is de kans heel erg groot dat je in een internationaal conflict van ongekende omvang terechtkomt. En ja, zelfs premier Rutte moest erkennen dat dat dus absoluut niet kan. Dus hij kon eigenlijk niet anders. U zei net wel, ik heb wel dat gevoel gehad, hè, van dat we graag daar naartoe willen gaan om echt in te grijpen. Heeft u daar dichtbij gestaan om die beslissing toch te nemen? Daar heb ik niet dichtbij gestaan. We hebben alle mogelijkheden bekeken. We hebben de absolute hoofddoelstelling van het kabinet is het terughalen naar Nederland van alle nog daar achtergebleven slachtoffers. Tegen die achtergrond hebben we alle opties bekeken. We moeten simpelweg vaststellen dat een militaire missie zou leiden tot meer escalatie, tot een gevaarlijker situatie en dat het feitelijk het zo snel mogelijk terughalen naar Nederland van de slachtoffers, dat het zo snel mogelijk naar Nederland terughalen van die slachtoffers, daarmee verder weg zou komen te liggen. Ja, geen militairen dus, maar wat gebeurt er dan wel om die team zo snel mogelijk aan het werk te kunnen laten gaan op de rampplek? Nou, je zegt het goed, zo snel mogelijk, want de tijd is misschien op dit moment wel de grootste vijand van Nederland. Want hoe langer het duurt dat daar die lichamelijke resten liggen, hoe moeilijker het is om ze goed te bergen en ook goed nog onderzoek te doen naar de oorzaak van de ramp. We blijven daar natuurlijk met onbewapende marechaussee, zoals die er nu al zijn, met agenten. En dat wordt, zegt het kabinet, hebben ze vandaag ook besloten, stap voor stap uitgebreid. Er staan 60 extra agenten klaar. Er staan ook 60 extra marechaussees klaar en ook landen als Australië en Maleisië hebben grote aantallen klaarstaan om later deze week ook naar Oekraïne over te brengen. Om daar toch te proberen die rampplek toch enigszins toegankelijk te krijgen voor de mensen die daar onderzoek moeten doen en de resten moeten bergen. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gaat daarvoor ook vanavond naar Kiev om te kijken of hij daar ook afspraken kan maken over de uitbreiding van de missie later deze week.